Het besluit over de uitgifte van concessies zal nu uitsluitend via de regeringstop worden genomen. Dit is een van de concrete werkafspraken die is gemaakt tussen minister Dino Da Forswijk van Grondbeleid en Bosbeheer en de regeringstop. Omdat we van mening zijn dat er heel veel concessies uitgegeven de afgelopen tijden. En het vloeit nu terug in onze staatkas. Dus we moeten beter kijken aan wie we de concessies geven en wat ze met de concessies doen. Want de gemeenschappen, vooral van het binnenland, hebben er geen voordelen aan. Deze afspraken zijn gemaakt in een overleg met de president, de vicepresident en de eerste vervanger van de Raad van Ministers, Albert Ramdien.